Gemeente, de tekst voor deze avondmaal zondag vindt u in Johannes 10. Ik lees die uit vers 27 en 28. Johannes 10, 27, 28. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Die tekst is voor de hele dag. Voor vanmorgen en voor vanmiddag. Het gaat daarin over de blijvende zorg van de herder. We hebben net gelezen, hij zegt, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen. En de tekst die we nu gekozen hebben, spreekt over zijn blijvende zorg. En dan hebben we vier aandachtspunten, u heeft dat kunnen zien in de nieuwsbrief. Zij, de schapen, horen hem. Hij kent zijn schapen. Zij volgen hem en hij houdt ze vast. En nu letten we vanmorgen op dat eerste aandachtspunt. Zij horen hem. En dan beleven we welzijn, gaan we daar vanmiddag mee verder. Jongens en meisjes, een bijzondere dag vandaag. Ja, want het is mooi weer en het wordt wel 30 graden. Dat is ook mooi. Maar waarom is het een bijzondere dag voor de gemeente? Omdat het avondmaal is. Omdat de Heere Jezus gezegd heeft, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En de schapen van de Heere Jezus, dat zijn de kinderen van God. Dat zijn degenen die geloven in de Heere Jezus. Die mogen komen om te eten en te drinken aan zijn tafel. En dan denken we aan alles wat gebeurd is rondom het kruis op Golgotha. Maar ook zijn opstanding. Want hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Avondmaal is een heel belangrijke zondag. Een heel belangrijke dienst. Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd. En in de Bijbel hebben we gelezen eerst dat Jezus zegt, ik ben de deur. De deur van de schapen. Moet je dan denken aan een mooie deur met een raampje erin? Nee, want zo'n schaapskooi, dat was alleen maar een muurtje van stenen. Nou, er liggen stenen genoeg. Als je daar in Israël bent en je loopt het landschap door, dan kun je stenen bij de vleet vinden. En die stapel je gewoon op tot een muurtje. En dat is dan veilig voor de schapen. Maar wat bedoelt hij dan als hij zegt, ik ben de deur? Heel eenvoudig. Er is maar één opening. En daar moeten de schapen doorheen voor ze erin gaan. Maar de schapen kunnen er ook niet uit als de deur dicht is. Nou, die deur is de herder zelf. Die roept zijn schapen en ze gaan allemaal naar binnen in de schaapskooi. En dan gaat hij in de opening zitten. Er kan geen schaap meer uit. En ook geen wolf meer in. En zo kan de Heer Jezus zeggen, ik ben de deur van de schapen. En dan geeft hij nog een heleboel onderwijs. Eén ding noem ik nog even, en dat is dit. Hij zegt, ik ben de goede herder. Tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden en de sadduceeën, de geestelijke leiders van Israël, die het volk niet geleid hebben, maar dat waren geen goede leiders. Ze hebben gezegd, je moet dit doen en je moet dat doen en een heleboel geboden doen. En dan nog eens de vraag of je zalig wordt. De Heer Jezus zei, luister niet naar hen, want zij brengen een verkeerde leer. Je moet het niet zelf doen, want ik ben de goede herder. En ik geef mijn leven voor de schapen. En dat, ja, dat moet je toch denken aan het kruis van de Heere Jezus. Daar gaf hij zijn leven. Maar gelukkig is hij op de derde dag weer opgestaan.
en is hij naar de hemel gevaren. En is hij nu in de hemel. En heeft gezegd, dan moet je het avondmaal vieren totdat ik terugkom op de wolken. Om te oordelen de levenden en de doden. Maar in die tussentijd, dat hij gegaan is, heeft de Heilige Geest gezonden, maar hij blijft de goede herder. Hij bidt voor ons. En hij leidt ons leven. En zo hebben we gezien, het gaat over de blijvende zorg van de herder. Ook nadat hij ten hemel gevaren is. De deur, de goede herder van de schapen, die zijn leven gaf voor zijn schapen. En ja, hij staat ook in het middelpunt van morgen. Jongens en meisjes, het gaat over de Heer Jezus. En als wij naar het avondmaal mogen, dan is dat genade van God. Dan is de Heer heel goed voor ons. Als papa en mama dat mogen, bijvoorbeeld. En als ze niet gaan, moet je maar eens vragen waarom ze dat niet doen. Als je weer thuis bent. Maar een feestdag. De schaapskooi. Een onmuurde ruimte. Daar waren trouwens, was niet maar één kudde in. Maar ja, die werd vrij ruim opgezet, zo'n schaapskooi. Die muur van stenen. En daar konden verschillende kudden in. En binnenin, die schaapskooi, liepen die schapen allemaal door elkaar. En jij en ik zouden nooit kunnen zeggen, nou, dat is er een van die herder en dat is er een van die herder. En nee, dat krielde allemaal door elkaar. Maar die verschillende kudden, die allemaal hun eigen herder hadden, die werden duidelijk als de herder zijn mond opendeed. Als er een herder naar buiten ging en hij riep zijn schapen, allemaal bij name staat hier, dan horen de schapen zijn stem en dan weten ze, oh, nu gaan we naar buiten, nu gaan we grazen en drinken aan de stille waterbeken. Dus aan de stem van de herder konden ze horen dat het hun eigen herder was, of dat een vreemde herder hen riep. Mijn schapen kennen mijn stem, de stem van de herder. Dat bedoelt de Heere Jezus. Het is een beeld, een beeldspraak. Als wij een schaap mogen zijn, of een lammetje, van de kudde van de Heere Jezus, dan kennen we zijn stem. Een stem heeft iets heel persoonlijks. Ieder mens heeft weer een andere stem. Al zie je iemand niet, maar je hoort de stem, denk je, oh, dat is die. En dat is die van mama. En die bromstem is van opa. En zo kan je nog doorgaan. Want we herkennen de mensen aan hun stem. Dat is heel bijzonder, ook in de schepping, dat God dat zo gemaakt heeft. Als je maar lang genoeg met iemand omgaat, dan kun je die ander herkennen aan zijn of haar stem. Bijvoorbeeld, je neemt de telefoon op en iemand zegt zijn naam. Je zegt, ja, met mij. Want je weet al lang wie het is, dat hoor je gewoon aan de stem. De stem is genoeg om te weten om wie het gaat. En zo is het ook met de volgelingen van de Heere Jezus. Die horen, die kennen, die herkennen zijn stem. Figuurlijk bedoeld natuurlijk. In de omgang met het woord. De schapen die kenden een stem omdat ze dicht bij de herder leefden en iedere dag met elkaar optrokken. Als het over ons gaat, de omgang met de Bijbel, als we in de Bijbel lezen, dan horen we eigenlijk ook de stem van de goede herder. Horen en verstaan. Het is behalve horen met onze oren, ook een horen met je hart. Als je de Bijbel leest, of als je de preek hoort, of als je iemand een heel mooi lied hoort zingen. Horen met onze oren en horen met ons hart. En er zit nog iets in. Mijn schapen horen mijn stem. En dat is gehoorzamen.
Dat woordje voor horen, dat is heel pregnant bedoeld. Daar mag je ook in denken, ze gehoorzamen aan zijn stem. We laten ons leiden door de stem van de Heere Jezus. We leren ons toevertrouwen en overgeven aan hem. Letterlijk staat er in de tekst, in de grondtekst, dat ze zijn stem heel goed, heel scherp horen. Aandachtig horen. Ze spitsen hun oren, dat spreekt vanzelf. En dat zien we helaas aan de Joodse leiders, die Christus stem ook horen, dat ze tegelijkertijd niet echt horen, niet echt verstaan, niet doen wat hij zegt. Dan ben je nog ongelovig. En als je nog niet de Heer hebt liefgekregen, dan ben je ook nog ongelovig. En dan kan je wel horen naar de preek en zeggen, het was mooi of het was niet mooi, het was te moeilijk en meestal is het te lang. Maar horen en horen is twee. Horen en gehoorzamen. Doen wat hij zegt. We hebben allemaal een aangeboren doofheid daarvoor. Maar het wonder van de werking van de Heilige Geest is dat hij oren opent. En ook dat is beeldspraak, hè? Met als gevolg dat we de stem van de Heer Jezus herkennen. Wat hij tegen ons zegt in de Bijbel. Wat hij tegen ons zegt onder de preek. Dan gaan we horen van zijn stem. Heerlijk als je daar iets van merken mag. Van, oh, dat gaat over hem. En nu spreekt hij eeuwigheidswoorden. Heerlijk. Het evangelie, wat hij spreekt of laat spreken, dat trekt. En dan komt er een verlangen in je hart om nog weer eens te horen en nog weer eens de Heere Jezus te horen zeggen dat hij je kent en dat je bij zijn schapen mag horen. Hij trekt en er komt een verlangen om het woord te horen, op welke manier dan ook. Het leven met de Heere Jezus is een luisterend leven. Dat is niet, nou, ik heb eenmaal gezien dat de Heere Jezus gekruisigd is en gelukkig, nu mag ik geloven dat dat voor mij is, nou ja, dan ben ik verder klaar. Niks klaar. Iedere dag opnieuw is dat nodig, daarom hebben we onze stille tijd. Het leven met de Heere is een luisterend leven. We zingen dat wel eens, hè? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het was op het Chanukka-feest, de tekst. Kan ik vanmiddag misschien wat meer van zeggen, maar het Chanukka-feest, dat was het feest van de vernieuwing van de tempel. Toen die in elkaar gestorte tempel weer herbouwd werd. En de Heer Jezus, die eerst die gelijkenis verteld had, op een later moment, op het Chanukka-feest, waren ze weer in de tempel. Het was koud, het was winter. En ze stonden in dat gedeelte wat de voorhof van Salomo genoemd wordt, een overdekte zuilengalerij, die beschutte tegen de regen en tegen de kou. En daar begint het gesprek opnieuw. De fariseeën zeiden, bent u nu echt de Christus of niet? En toen zei de Heer Jezus, dat heb ik toch al gezegd. Maar jullie geloven niet. Weet je waarom niet? Dat komt omdat jullie mijn stem niet kennen. Jullie horen niet bij mijn schapen. En zo grijpt hij terug op de gelijkenis van de goede herder. Mijn schapen, zegt hij, horen mijn stem. Mijn schapen
met nadruk voorop mijn. Christus is de eigenaar van de schapen. De schapen zijn hem geschonken door de Vader om ze te verlossen en aan te nemen tot zijn bruid. Ze zijn een gift van de Vader. En daarom zegt de Heer Jezus, het zijn mijn schapen. Hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn bloed. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. We voelen in die woorden hoe hij zijn kudde als het ware omvangt met zijn liefdearmen. Hij laat ons zijn doorboorde handen zien in het avondmaal. En wij mogen zeggen met de beker in de hand, dank u, Heere, dat u uw bloed voor mij vergoten hebt. Ja, zegt Jezus, want jullie zijn mijn schapen. Ik heb je opgezocht, hoe ver je ook was afgedwaald. Wij dwaalden allen als schapen. Wij konden uit onszelf niet meer terugkomen. En toen kwam hij, die goede herder. En hij daalde dieper af dan wij gevallen zijn in de zonde. En in eindeloze ontferming ging hij ons na om ons te redden. En hij wist de weg te vinden naar ons hart, om ons vast te houden in zijn genadegreep. En wij proeven vanmorgen zijn liefde. Aan tafel, in het brood en in de wijn. En we mogen dan ook zeggen in ons hart, lieve Heere Jezus, ik wil helemaal voor u beschikbaar zijn. U gaf zich helemaal voor mij. En ik wil beschikbaar zijn voor u. Zegt u maar wat ik moet doen. Hij ving alle slagen op voor ons. In de gave van het brood en de beker. Zijn lichaam dat gekruisigd werd en zijn bloed dat vergoten werd. Sprak hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat heeft de herder een moeite gedaan om ons te kopen en te zoeken en thuis te brengen in de schaapskooi. De Heilige Geest helpt daar de Heere Jezus bij. Dat is ook het bijzondere werk van de Heilige Geest, om ons hart open te maken en ons begeerig te maken en ons te laten geloven, ik mag ook een schaap van de goede herder zijn. En, zegt hij, ik zal je nooit meer prijs geven. Je hoeft niet bang te zijn dat de boze wolf komt en dat hij jou nog verscheurt. Hij zegt, waakt. Hij waakt zelf. Hij leidt en nu nodigt hij om te komen tot zijn liefdestafel. Nou, dat gaan we vanmorgen doen. Dat geeft de Heer. En daarom ga ik nu het formulier lezen waar ik de vorige keer gebleven ben. Het is een prachtig formulier, maar u weet, het is erg lang en daarom splitsen wij het in delen van voorbereiding en van viering. Ik mag dus zeggen tegen u wat aan het begin van het formulier staat. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Ten andere, na dat stuk over de voorbereiding, laat ons ook nu overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. In de eerste plaats dat wij ten volle in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af gedaan zijn,
door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren van God, waaronder we eeuwig hadden moeten wegzinken, van het begin van zijn menswording tot het eind van zijn leven op aarde, voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God, het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna onnoemelijk veel smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis. Toen hij met luider stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Uiteindelijk heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus bij de instelling van het avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult u daardoor als door een betrouwbare gedachtenis en onderpand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voed en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Waardoor zijn dood, want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en alle goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid, de heerlijkheid deelachtig worden.
En dat wij ook door die geest onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen eens bloedsdeelachtig zijn. Want gelijk vele graankorrels, uit vele graankorrels, één en hetzelfde meel gemalen en één en hetzelfde brood gebakken wordt. En uit vele bessen, druiven, samengeperst zijnde, één en dezelfde drank vloeit en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen onze almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig geloof, waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gevoed en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden leven, maar hij in ons en wij in hem. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament, een verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij er niet aan twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, opdat we dan met dit waarachtige hemelse brood Christus gevoed mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijk brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader. En er niet aan twijfelen of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gevoed en gelaafd worden als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen.